moderne auto's zitten chockvol computers. Er kunnen wel 50 regelapparaten in zo'n auto zitten, die allemaal een eigen taak vervullen, zoals de ontsteking, de inspuiting, maar ook de geavanceerde systemen zoals een automatische cruise control. Bedenk het maar, alles wordt met een computer geregeld. Dus de auto is eigenlijk een ontzettend rijdend computernetwerk geworden. Stel je bent je sleutel verloren, je meldt jezelf bij een garage voor je nieuwe autosleutel. Wat moet er allemaal gedaan worden? Buiten dat die geslepen moet worden, het mechanische gedeelte, zit er ook een transponder in de sleutel. En die transponder die moet geprogrammeerd worden in de software van de auto. Vroeger reden we het land rond met ons gereedschap, een laptop en de communicatieinterface om monteurs te ondersteunen bij problemen. Met Jiveline kunnen we de elektronische problemen op afstand oplossen. Om te laten zien hoe Jiveline werkt, programmeren we een nieuwe sleutel op een auto. Daarvoor hebben we 4 systeemcomponenten nodig. De Jiveline hardware, een data hub, een ticketsysteem en een van onze diagnose-experts die echt alles van voertuigelektronica afweet. We beginnen met de hardware. De hardware bij Jiveline bestaat uit verschillende onderdelen. We hebben een stuk hardware wat aan de monteurzijde in de garage staat. We hebben een stuk hardware wat in het servicecenter aanwezig is. En we hebben een tool waarmee normaal gesproken de sleutel kan worden aangemeld aan de auto. Maar bij Jiveline hebben wij daar de cloud tussen gezet. Waarmee het dus mogelijk is om middels deze hardware die we in de auto kunnen steken. Dus een gevirtualiseerde auto. De monteur kan een ticket aanmaken in ons ticketsysteem. Aan de andere zijde bij Jiveline zal dat ticket opgepakt kunnen worden. En middels deze tool kunnen wij de sleutel bij de monteur aanleren via het internet op honderden kilometers afstand. Het volgende ingrediënt is het digitale knooppunt waar alle datacommunicatie met het voertuig wordt geschakeld en doorgestuurd. De cloud van Jiveline is ontwikkeld bij Factor IT. Factor IT is de hofleverancier van de software voor Jiveline. En wat het is eigenlijk een grote telefooncentrale waarin alle verbindingen met elkaar geschakeld kunnen worden. Vanuit de garage naar de diagnosespecialist. Het was best een uitdaging, want in een auto heb je veel data en het moet over internet heel snel. Dus je hebt een hoge throughput en lage latency die je wil bereiken. Daarvan hebben we verschillende trucjes voor bedacht en hebben we mogelijk gemaakt dat eigenlijk diagnosespecialisten kunnen communiceren met een auto en dat het voor de diagnosespecialist voelt alsof die in de auto zit. Dus hij helemaal niet merkt dat er internet tussen zit. Verbindingen op internet die wil je goed beveiligen, dat is erg belangrijk en daarom hebben we daar ook veel aandacht aan besteed dat we een degelijk authenticatie- en versleutelingsalgoritme en protocollen hebben ontworpen, zodat alles fatsoenlijk gewaarborgd kan worden. We hebben de hardware, we kunnen verbindingen schakelen met de auto over internet en nu kan de monteur aan de slag en via ons ticketsysteem support aanvragen bij Jiveline. Dat ticket dat wordt aangemaakt op een tablet of op een laptop. We kiezen voor transponder key programming. We krijgen nog even een samenvatting van de dienst die we gaan afnemen bij Jiveline. En op dat moment komt het ticket binnen bij het diagnosecentrum. Ons ticketsysteem is gebouwd in PHP in combinatie met Symfony. En het bijzondere is eigenlijk dat we alle informatie die uit de auto komt, dat we die ook direct beschikbaar hebben en inzichtelijk maken in ons systeem, zodat deze gebruikt kan worden. Als het ticket eenmaal is aangemaakt, dan komt het ticket bij ons binnen. Het is eigenlijk een wachtrijsysteem waar we alle diensten zien binnenkomen van de verschillende garages. Aan de rechterkant zien we welke connectoren allemaal online zijn. We zien ook met welke snelheid ze verbonden zijn. Dus mocht een monteur een slechte wifi-verbinding hebben, dan weten we dat ook op tijd. Bovenaan staat het ticket wat we zojuist hebben aangemaakt. Het inleren van de sleutel. En als dat ticket wordt opgepakt door een van onze mensen bij het diagnosecentrum, dan begint het pas echt. En dan het laatste ingrediënt, de diagnose-experts. Het ticket komt hier achter mij binnen in het diagnosecentrum. Deze wordt hierna opgepakt door een van onze operators. Deze zien duizenden auto's per maand. Daardoor is voor hun een sleutel programmeren absoluut geen probleem. De sleutel van de Peugeot wordt door een van onze diagnose-experts ingeleerd. En de garagist kan daarna gelijk weer aan de slag. De sleutel is dan volledig weer werkend. We hebben nu alle stappen gevolgd om de sleutel te laten werken. Wij zijn enorm trots dat we de gehele ketting van producten en diensten volledig in-house hebben ontwikkeld. Vanaf de embedded hard en software, de Android-app, Java backend, het PHP-dashboard met diverse APIs, de responsive frontend, het gehele database management en een robuust, veilig en betrouwbaar communicatieprotocol.